De Rabobank Sportquiz, die vrijdag 17 oktober voor de 37 e keer zou worden gehouden, gaat niet door omdat zich er te weinig teams hebben aangemeld. Hierdoor gaat ook de rechtstreekse RPL-uitzending van de quiz niet door. De Sportquiz vindt nu op een later, nog bekend te maken tijdstip plaats. Van 13 tot en met 24 oktober aanstaande vervangt de gemeente twee bruggen in Molenvliet. Het gaat om de fiets- en voetgangersbrug tussen Overtoom en Lekkord en de voetgangersbrug van het wijkpark Molenvliet naar het Rozeiland. Voor fietsers en voetgangers geldt een omleidingsroute die wordt aangegeven met borden. Door de bouw van het nieuwe scholencluster aan de Hendriklaan in Harmelen wordt de jongere ontmoetingsplaats verplaatst. De nieuwe locatie bevindt zich aan de andere kant van de Wilhelminalaan en is een rustige groene plek op ruime afstand van de bebouwing, maar wel in het zicht. Er zal ook een klein voetbalveld worden aangelegd. De cliëntenraad van het Hofpoort Ziekenhuis heeft de rechtbank verzocht met spoed een toezichthouder in het ziekenhuisbestuur te plaatsen. Zo willen zij het vertrek van de specialistische klinische zorg en de spoedeisende hulp proberen te voorkomen. Op 23 oktober doet de rechter uitspraak. De Woerdense gemeenteraadsfracties steunen de cliëntenraad van het ziekenhuis. De provincie Utrecht en de gemeente Woerden zijn verwikkeld in een conflict over hoe de krapte aan bedrijventerreinen in de gemeente op te lossen. De gemeente wil hiervoor het bedrijventerrein bij Nieuwe Brug herstructureren, waarbij er zes hectare bij de gemeente zou moeten worden gevoegd. Vooralsnog is het einde van deze padstelling nog niet in zicht. Om de overlast van vuurwerk te beperken, werkt de gemeente samen met wijk- en dorpsplatforms om dit jaar vuurwerkvrije zones in te stellen. Binnenkort zal de gemeenteraad over een drietal mogelijke plannen hiervoor stemmen, die passen bij het landelijk vuurwerkbesluit, waarbij vuurwerk uitsluitend op oudejaarsavond mag worden afgestoken vanaf 6 uur 's avonds.